Oké, perfect. We kunnen eraan beginnen. We're back again. We're back again. Uit quarantaine. Salam, welkom. Vertel eens, hoe ben je? Kenneth, bedankt om te komen. Yes, dankjewel. Hallo, maar veel plezier. Het is niet alle dagen dat we een ex-student van Cambridge kunnen spreken. Ja, represented. Hoe was dat eigenlijk? Heel tof. Gaan studeren in Cambridge. Ik mis het daar alle dagen. Een beetje anders dan bij ons. Ja, een beetje een ander systeem. Dus... met college systemen en zo, waarbij dat je eigenlijk eerder aan een soort van huisentiteit bent verbonden in plaats van gewoon in de vijver van de universiteit zit. Ja. En dat je heel verscheidene andere mensen leert kennen ook. En natuurlijk het systeem vind ik wel veel beter, waarbij dat veel vakken eerder opteren voor verwerking van de leerstof aan de hand van papers in plaats van gewoon het papegaaiwerk van een examen. Okay. En klopt dat het moeilijker is om er binnen te geraken dan om er af te studeren, of niet? Zoiets wel, ja. Toch wel. Ja, ze hanteren natuurlijk een bepaald systeem. Ja, hun selectie maakt natuurlijk dat je heel veel slaagkansen hebt, omdat je al een supergoeie student moet zijn om in de eerste plaats al binnen te geraken. Ja. Dus dat zijn meestal mensen die dan het ook wel uiteindelijk halen. Wat heeft jou daar gebracht? Wel, ik heb er eigenlijk een vervolgprogramma op mijn Master Intelligence and Security Studies die ik in Londen heb gevolgd. Ben ik ook nog, heb ik dan in Cambridge nog vervolgd met nog een speciaal programma rond internationale veiligheid. Oh, ja. Mooi man, ik heb nog nooit van iemand gehoord die dat heeft gestudeerd. Hoe kom je daarop? Heb je dat opgezocht op internet of zo? Iemand zei dat tegen u? Of? Ja, het is eigenlijk heel toevallig gebeurd. Dat is... eigenlijk gewoon eens op reis in Engeland. Wat doet een historicus die op reis is? Die stapt uiteraard een boekenwinkel binnen. Mm-hmm. En heel toevallig ontdek ik daar een boek, The Official History of MI5. Een dik boek ook nog. En ik was echt zo aan het kijken van, hoe kan dat nu? Hoe kan de geheime dienst nu een officiële geschiedenis? Dat moet toch allemaal geheim blijven? Dus uiteraard heb ik dat boek gekocht en ben er vrij snel in beginnen lezen. En het was ook niet zomaar een boek, het is echt nog uiteindelijk dan door mijn prof in Cambridge, Christopher Andrew, geschreven. Die dus professor geschiedenis is aan Corpus Christi College daar. En die had dat dan niet alleen zomaar een boek geschreven, maar die had met voetnoten en al een gigantische bibliografie waarin dat ik dus ontdekte dat er echt zoiets bestond als een wetenschappelijke discipline rond geheime diensten. En dat heeft mij enorm gebeten. Ik dacht inderdaad van, ik kan dat helemaal gaan studeren. En dan een beetje verder kijken. Tegelijkertijd kwam al in mij het idee op van, kijk, als het kan voor de Britse geheime dienst, waarom is dat nog niet gebeurd voor de Belgische geheime dienst? En dan op een bepaald moment heb ik echt de stap gezet om dus zelf een Master Intelligence and Security Studies te gaan volgen. En dan bij terugkeer dan ook te beginnen aan het beschrijven van de geschiedenis van de Belgische inlichtingendienst. Leren ze, geven ze ook les over de Belgische inlichtingendienst? Komt dat daar soms in voor? Nee. Natuurlijk. De Britse intelligence studies zijn dan ook heel Brits en heel Amerikaans. Ja. Dus ik heb daar een beetje, tot ik er misselijk van werd, ging het altijd over 11 september en over Irak. Ja. En over de Cambridge Five, wat dat een iets wat ouder spionageschandaal is bij de Britten. Oh, vertel. Dat is... ja, de Cambridge Five is een heel berucht verhaal eigenlijk van een aantal... vijf gasten eigenlijk die vrienden waren aan Cambridge, aan de universiteit, in de jaren 20 dat ze daar studeerden. Eigenlijk wel op een moment dat een van de proffen psychologie die ze allemaal kenden ook eigenlijk een talentspotter was voor de KGB. Och. Die toen nog niet KGB noemde. Maar in elk geval, hij had die gastjes dus alle vijf weten te recruteren. Maar gezien dat ze dus in de jaren 20 aan Cambridge zaten, en die zijn allemaal doorgestroomd naar heel, heel prestigieuze postjes. Dus de meest beruchte van die persoon, Kim Philby bijvoorbeeld, die heeft het uiteindelijk geschopt, ironisch genoeg, tot hoofd counterintelligence, hoofd contraspionage van MI6. Wow. Terwijl dat hij dus eigenlijk voor de Russen werkte. Job well done. Zelf de belangrijkste spion. Dan had je nog een ander die dan ook bij MI5 heel hoog zat. Iemand heel hoog bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan het buitenbeetje, maar die dan toch ook wel een aantal functies heeft doorlopen voordat hij daar terecht kwam, was eigenlijk ook nog eens
hoofd van de kunstcollectie van de Queen. Oh. Dus, maar het feit is dat zij dus echt wel ja, jarenlang gewoon hun ding hebben kunnen doen, sommigen bijna tot aan hun pensioen, nooit betrapt gebleven zijn. Iemand als Philby heeft echt talloze spionnen, Amerikaanse en Britse spionnen, het leven gekost, omdat hij hun namen dus kon doorgeven aan de Russen van assets die dus daar undercover opereerden. En ja, dus voor de Britten is dat een beetje een traumatische ervaring geweest van hoe kan dat nu... They went to Cambridge, they're one of us. Zo deep dus... behind enemy lines. En dat is eigenlijk ook wel een beetje ironische aan dat verhaal. Het feit van... ze zijn echt wel establishment. Zo echt... hun vaders waren allemaal knighted en er waren allemaal sirs. Die hebben dankzij het Britse systeem eigenlijk alles op een zilveren dienblad aangereikt gekregen. En die hebben dat eigenlijk beloond door zich in te schrijven in de communistische ideologie, die net zo'n systeem uiteraard wil afschaffen. En dus ja, er is eigenlijk wel ongelooflijk verraad gepleegd. Die maar het heeft elkaar, wel een aan. Die zijn samen in dezelfde les geweest dan? Of apart? Ja, ik denk niet. Sommigen daarvan, ik denk dat er twee een kamer deelden in het Trinity College. Kim Philby was van Trinity College. Maar ja, die zaten in hetzelfde vriendengroepje, dat wel. Ah, ja, die studeerden niet noodzakelijk allemaal hetzelfde. Hoe zijn die gevat geweest dan? Philby heeft op tijd doorgehad dat het wat te heet onder de voeten werd. En die heeft zich laten exfiltreren. Dat is iets wat spionnen dan kunnen doen. Succesvolle toch, dus die is gewoon geëmigreerd, om het zo te zeggen, naar Moskou, waar hij uiteraard als held van de Sovjet-Unie onthaald geweest is. Er zijn er een paar die effectief gevat geweest zijn, maar de meeste zijn eigenlijk kunnen vluchten. Vandaar dus dat ook nog eens. Hè. Dus ze zijn eigenlijk niet echt betrapt geweest. Oké, 1830. Dan is de Belgische inlichtingendienst opgericht. Inderdaad. Hoe is dat tot stand gekomen? Wel, het komt eigenlijk omwille van de onafhankelijkheid. Die we eigenlijk niet zomaar hebben gekregen natuurlijk. Van de rest van Europa, die heeft dan inderdaad gezegd van... Ja, kom, het is goed. Laat de Belgen dan maar onafhankelijk worden. Maar er was natuurlijk wel een aantal belangrijke voorwaarden aan verbonden. De eerste voorwaarde die heeft lang gespeeld natuurlijk, de neutraliteit van ons land. Dat we ons niet gingen mengen in de internationale politiek, toch zeker niet op vlak van oorlogvoering. Maar de andere voorwaarde was natuurlijk wel dat we een zeer stabiel, politiek stabiel land konden zijn. Dat moesten we bewijzen. En in die zin zaten we wel een beetje met een probleem, of zaten de Belgen van toen met een probleem, omdat eigenlijk in de eerste plaats niet echt nooit de bedoeling geweest is dat België onafhankelijk zou worden. Het is gewoon een beetje een uit de hand gelopen protestactie geweest, die dan zo ver gekomen is. En dan wordt er plots een staat gevormd. Maar ja, die protestactie ging ook uit van een aantal verschillende strekkingen en verschillende stromingen. Die, eens dat ze dan een staat moesten vormen, daar natuurlijk wel ook heel verschillende ideeën over hadden. Want je had dan, inderdaad een aantal mensen die vonden van, oké, België moet een koning hebben, moet een monarchie worden. Maar er waren natuurlijk heel veel die zeiden van, dit moet hier een republiek worden, we gaan president verkiezen. Er waren er dan ook weer anderen die vonden dat wij een socialistische utopie moesten zijn. Terwijl de anderen dan dachten van we maken er een liberale economie van. En dan waren er natuurlijk ook heel veel katholieken die met geen van die beide opties gelukkig waren. En dus er waren eigenlijk heel veel politieke onwenselijkheden die daaraan vastgingen. Wat betekende dat natuurlijk als je een regering vormde, als je een staat vormde, moest je daar enigszins beschermd zijn tegen al die onwenselijke elementen. Het feit is ook dat België heel meteen een keuze heeft gemaakt om een migratieland te zijn. Dus heeft dan in de grondwet ook het asielrecht ook meteen ingeschreven, dat heel, heel open was. Waardoor dat natuurlijk heel veel vluchtelingen naar België gekomen zijn. En sommigen daarvan kwamen ook naar België omdat ze net op de vlucht waren voor hun eigen regime omwille van hun politieke ideeën. Dus kwamen er dan ook nog specifieke politieke ideeën binnen die ook niet noodzakelijk wenselijk waren. Dus vond men eigenlijk van, we moeten eigenlijk een dienst hebben, een veiligheidsdienst, die daar dus over waakt, over wat er allemaal in ons land gebeurt, op vlak van die politieke gedachten.
en die tegelijkertijd ook de publieke opinie een klein beetje kan monitoren om te zien of dat de mensen niet al te danig malcontent zijn dat ze niet weer op straat komen en een revolutie gaan oprichten. Oké, dus eigenlijk was het in het begin, dus op het moment dat België eigenlijk onafhankelijk werd, tussen die tijd en tussen dat er eigenlijk een koning werd verkozen, hoeveel tijd zit er tussen? Wel, ja, Leopold wordt na een maand of 6 of 8 verkozen zeker, maar hij komt pas een jaar later aan in België. Oké, dus 6 à 8 maanden, dat was eigenlijk het meest risicovolle periode dan van België. Well, nee, ja, eigenlijk, ja, we spreken al wel over een aantal jaren. Hè, want we zitten niet alleen met die interne elementen. Hè. Het feit is natuurlijk ook dat we hadden nog altijd Nederland. Hè. De Nederlanders die hebben zich daar niet zomaar bij neergelegd dat zij de helft van hun land zijn kwijtgeraakt als België zich afscheurde. Zeker de koning, Willem, die was daar zeer ongelukkig mee. En die heeft natuurlijk ook een aantal opdrachten gegeven om daar toch... om er eigenlijk voor te zorgen dat België gewoon terug bij Nederland werd geannexeerd. Dus ook inderdaad door onrust te stoken, maar ook door samenzweringen te gaan organiseren om de Belgische regering omver te werpen, om zich terug bij Nederland te voegen. En ook daar moest er een veiligheids... Dus ook daar, dat was ook een van de taken van de Veiligheidsdienst, om zich daartegen... om België daarvoor te beschermen, voor al die Nederlandse subversie dan. Dus dat is eigenlijk iets wat dan zo lang heeft geduurd als dat wij in oorlog waren, zogezegd, met Nederland. Hè. In 1831 zijn ze dan effectief binnengevallen, kort nadat Leopold de eed had afgelegd als koning. En dan, ja, dan zijn de Fransen tussengekomen om dat tegen te houden. Maar dan in principe eigenlijk... Waarom zijn de Fransen, hebben de Fransen dat tegengehouden? Wel, ja, in de geschiedenisboekje staat uiteraard dat op verzoek was van koning Leopold, die dat effectief had gevraagd. Maar inderdaad, ja, het was gewoon interessant op het Europese politieke toneel dat België er kwam. Dat heeft effectief Nederland in twee gesplitst. En België en Nederland zou wel ook wel een machtig koninkrijk geweest zijn. Ja. Okay. Twee aparte kleine staatjes waren dat niet. Dus zowel de Britten als de Fransen vonden dat eigenlijk wel interessant om die nieuwe constellatie nu wel te behouden. Het was ook een soort van grenzen. Ja, ze zagen het ook niet echt zitten dat het Nederlandse leger dat allemaal zo deed. Dus dan zijn ze dan toch maar effectief samengekomen. Nu, het kan ook zijn dat koning Louis-Philippe van de Fransen misschien ook zijn kans schoon zag om daar te blijven dan. Dat eigenlijk eerder de bedoeling zou geweest zijn van te annexeren. Ook daar was dan wel bezorgdheid over. Dus dat kan ook wel zijn. Maar in elk geval, ja, goed, de Nederlanders hebben zich dan moeten terugtrekken. Hè. Maar in principe zijn wij tot 1831 in staat van oorlog met Nederland gebleven. En gans die tijd heeft koning Willem ook altijd allerlei orangistische samenzweringen blijven sponsoren. Heeft hij heel veel op België gespioneerd, of laten spioneren liever. Toch nog altijd met als einddoel om België toch terug, om de zuidelijke Nederlanden dan eigenlijk nog altijd terug te krijgen. Dat was de taak van de openbare veiligheid, zoals de staatsveiligheid toen heette, om dat eigenlijk allemaal te verhinderen. Dus de Belgische inlichtingendienst was de tweede inlichtingendienst ooit, hè? Of... Ja, wel, in wat is de eerste? De eerste is die van het Vaticaan. Oké, okay. En om wanneer was dat dan? Die is in 1656 opgericht. Is dat in België dan 1830, is dat dan laat vergeleken met het... Met de totaalpicture van alle inlichtingendiensten, of is dat... Het feit is van die berekening die dus daarvoor gehanteerd was, is eigenlijk gewoon inlichtingendiensten die tot op de dag van vandaag nog altijd bestaan. Oké. Okay. Dus in die zin heb je het Vaticaan als de oudste, hè? Mm-hmm. En dan België, omdat die sinds 1830 onafgebroken tot vandaag nog altijd bestaat. Natuurlijk heb je... Ja, inlichtingendiensten bekijken we dan effectief als een soort van bureaucratische organisatie. Een echte overheidsdienst. Ja. Dus, en dat is zo'n beetje het criterium dat we daarvoor hanteren. Want natuurlijk hadden de Fransen en de Britten bijvoorbeeld, en de Duitsers ook, voordien ook wel al een soort van inlichtingendienst. Maar geen echte overheidsdienst. Zo. Dus niet echt zo'n staatsinstelling. Soms was dat gewoon... De koning zelf, of een vriend van de koning, of een aantal vrienden, die er een paar spionnen op nahielden, die dan in het buitenland een paar geheimen gingen gaan stelen. Dat kun je niet echt een inlichtingendienst noemen. Hè? Ja. Als die er dan wel was, is die dan op een bepaald moment wel opgeheven en dan een paar jaar ertussen, vooraleer dat er een nieuwe komt.
de Fransen bijvoorbeeld, die dan in 1871 een buitenlandse inlichtingendienst hebben opgericht, maar die is dan weer afgeschaft geweest. En dan telt dat eigenlijk niet meer mee. Dus er waren er heel veel voor België, maar die zijn gewoon allemaal gestopt en dan opnieuw ergens anders begonnen. Ja, okay. Dus de meeste inlichtingendiensten die vandaag nog bestaan, dateren dan inderdaad van het begin van de 20e eeuw, zo net voor de Eerste Wereldoorlog, om evidente redenen. Nederland bijvoorbeeld, die dat in 1915 is mee begonnen. MI5 en MI6, de Britten, die zijn van 1909. De Duitsers zijn dan in 1913 met iets begonnen. Dus dat is, dat is dan eigenlijk eerder de oprichtingsdatum. Bestaat het Vaticaan nog altijd? Maar die van het Vaticaan bestaat nog altijd. Wat zijn die dan aan toe nu? Waarom moeten die lichtingen daar? Ja, onderschat niet. De kerk is wereldwijd verspreid, uiteraard. Hè. Maar wat kunnen zij winnen dan met die inlichtingen? Wel, het helpt natuurlijk voor de paus en zijn ambities, of liever zijn positie op het internationale toneel, dat hij ook van bepaalde zaken op de hoogte is. Okay. Het is gewoon traditioneel zo gegroeid. Ja, de kerk is er al 1000 jaar. Dus, en dat is al 1000 jaar dat zij verbindingen heeft overal ter wereld, in feite. Dus dat is ook gewoon interessant. Er zijn ook statelijke actoren, statelijke inlichtingendiensten, die soms gewoon aan Rome vragen om aan informatie te geraken, omdat ze zelf daar geen aanwezigheid hebben. In principe gaat de kerk op momenten gewoon eender welk van hun personeelsdienst aan het inschakelen als agent, in feite, hè? Of toch als inlichtingenverzamelaar. En dat maakt het natuurlijk voor het Vaticaan interessant om op die manier een invloed uit te oefenen op de internationale politiek. Maar onderschat dus ook niet, gezien dat zij overal personeel zitten hebben, je moet die ook kunnen beveiligen. Dus die dienst bestaat er dan natuurlijk ook om een inschatting te maken van zekere dreigingen die eventueel in bepaalde landen kunnen plaatsvinden tegen leden van de kleren of tegen missionarissen. Op een bepaald moment is dat van een andere religie geïnspireerd, dat men plots elementen van de katholieke kerk wil gaan aanvallen daar. Ook dat proberen zij dan via die weg te anticiperen. Hoe worden die dan, worden die dan opgeleid in het Vaticaan zelf? Of? Het Vaticaan is een land, maar dat heeft buiten de paus en die inwoners komen van Italië, dan denk ik toch? Hè? Wat dat kan eigenlijk eender wie zijn die de klerus deel uitmaakt. Maar goed, je hebt natuurlijk ook de veiligheidsdienst van de paus, de Zwitserse garde, die heeft ook een inlichtingencel. Ja, die recruteren dan, maar ik denk dat mag eender welke nationaliteit zijn. Ja, okay. Maar die moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. Maar de Zwitserse garde moet van Zwitserland zijn, hè? Of niet? Dat wist ik niet, dus ik denk niet noodzakelijk. Oké. Dus terug even naar België. Wie heeft dat opgericht, de inlichtingendienst? Weten we de naam? Of? Wel, die is eigenlijk opgericht door 5 mensen, in feite. Ja, de voorlopige regering van België. Toch niet diezelfde 5 van... Er zat er eigenlijk ook wel er zat een republikein tussen, Louis de Potter, die nogal befaamd is omdat hij dan uit de voorlopige regering is gezet daarvoor. Dus het waren wel meerdere mensen die dan een soort van comité gevormd hebben, dat dan een regering was. En dan heeft men eigenlijk, als een van de eerste daden van de eerste Belgische regering was om een veiligheidsdienst op te richten en om een legermacht op te richten om zich te verdedigen tegen de Nederlandse dreiging. Oké, en tijdens Wereldoorlog 2, want 1, daar weten we vrij weinig over, wij toch. Maar tijdens Wereldoorlog 2, hoe heeft de inlichtingendienst zich kunnen bezighouden tijdens dat de nazi's hun België bezetten? Vooral door het verzet te organiseren, natuurlijk. Ja. Dus de nazi's hebben binnengedrongen waarschijnlijk in de veiligheidsgebouwen van de veiligheidsdienst, om dan alle... Ja, maar daar waren we op voorzien. Oh, op voorzien in 1914 niet. Niet, hè? Dus dan zijn de archieven in de handen gevallen van de Duitsers, met alle gevolgen van dien. Of degenen die niet konden, die niet op tijd vernietigd geweest zijn. Voor 1940 had men daar dan was men daar dit keer op voorzien van, we gaan dat niet opnieuw laten gebeuren, hebben ze eigenlijk de archieven op een klaargezet of geëvacueerd, op een trein gezet. Die ging net in Oostende vertrekken naar Frankrijk op het moment dat er een bom op die wagon waar dat het archief in zit
dan is gevallen. Dus dan is het archief dan toch vernietigd geweest. Helaas. En ja, andere stukken zijn dan wel weer door de Duitsers buitgemaakt. En dan naar Berlijn getransporteerd. Maar goed, ja, dat heb je natuurlijk niet nodig in oorlogstijd, dat archief. Hè. Of afhankelijk van welk archief, bepaalde de meest courante documenten zijn wel meegegaan. In ballingschap naar Londen natuurlijk. Maar waar de diensten zich het meeste mee bezighielden op dat moment was inderdaad de coördinatie van het verzet. Niet evident, want dat moest natuurlijk vanuit Londen gebeuren. In de Eerste Wereldoorlog was de situatie ietsje anders, omdat Nederland gespaard was gebleven als neutraal land. Dus dan konden de Belgen, de Fransen, de Britten, maar ook de Duitsers dan eigenlijk gebruik maken van Nederlands grondgebied als uitvalsbasis om in bezet gebied te gaan opereren. En ja, gezien dat de Duitsers dan het ganse vasteland in handen hadden, kon dat niet meer. Dus moest het allemaal vanuit Londen, overzees gebeuren. Maar het concept bleef natuurlijk wel een beetje hetzelfde, om dan eigenlijk zoveel mogelijk inlichtingen over de vijand in te winnen, om daarmee de invasie voor te bereiden. Het verzet ook eigenlijk assistentie te bieden om wat sabotageactiviteiten te kunnen organiseren. Deels gewoon treinen bekijken, trainspotting gewoon weg, om te zien van wat voor treinen zijn het, wat zit er daarop, zijn dat troepen, is dat materiaal, wat voor materiaal is dat, hè? Waar gaat dat naartoe? En in andere gevallen soms een keer die een trein doen ontploffen. Hè. Dus natuurlijk ook wat belangrijk was in de Tweede Wereldoorlog, was het helpen evacueren of terug laten ontsnappen van neergehaalde piloten. Dus om die op te vangen, hè. Want anders worden die gewoon krijgsgevangen gemaakt. Dus om die, om er eerst bij te zijn in plaats van de Duitsers, om die dan te verbergen en dan via smokkelnetwerken, die dan via, inderdaad nog neutraal, meestal via Portugal, Spanje en Portugal gingen, of via Zwitserland, om die dan terug te krijgen naar Groot-Brittannië, zodat ze terug konden gaan vliegen. En, eigenlijk was het de taak van de inlichtingendiensten op dat moment om dat in goede banen te leiden. Ja, maar was België niet diep genoeg in Nazi-Duitsland om het te zien aankomen, of niet? Wel ja, te zien aankomen is natuurlijk een beetje een moeilijke. België had zich opnieuw neutraal verklaard en had gehoopt dat ging volstaan. Dat Duitsland dat ging respecteren. Ja, niet dus. Hè. Er waren eigenlijk heel weinig mensen die zich daar illusies over maakten, behalve dan de koning en sommige leden van de regering die daar gewoon krampachtig aan vasthielden. Ik denk dat we dat wel... dat dat niet zo onbekend voorkomt van een regering die krampachtig vasthouden aan beleid dat eigenlijk niet werkt. Maar goed, dat is dan hun keuze. Maar ja, wij hebben eigenlijk de ultieme bevestiging ook gekregen van wat de Duitsers van plan waren, lang voordat het effectief zo gegaan is, toen dat in januari 1940 heel per toeval een vliegtuigje crasht, een Duits vliegtuig in Maasmechelen, bijna aan de grens met Nederlands Limburg in feite. En aan boord was er eigenlijk een koerier die de invasieplannen mee had. De instructies voor de Luftwaffe, meer bepaald, om de invasie van Nederland, België en Frankrijk te gaan assisteren. Dus dat is dan in handen van de Belgen gevallen. En was natuurlijk van, kon er dan geen twijfel meer over bestaan van wat er nu precies ging. Het stond te gebeuren. Uiteraard, het gaat om instructies van de Luftwaffe. We hebben die nog altijd, dat document. De koerier heeft geprobeerd ze in brand te steken, 2 maal toe, maar dat is niet helemaal gelukt. Dus je kunt er nog veel van reconstrueren. Maar aan de hand daarvan kon je eigenlijk wel afleiden wat er op land ging gebeuren. Dus we hebben meerdere bevestigingen gekregen, onder andere ook van de paus via zijn inlichtingendienst. Ja, toch? Die via prinses Marie-Josée ook bepaalde waarschuwingssignalen had laten geven. Van, ook zij wisten dat Hitler eigenlijk al meerdere malen heel vaak de opdracht had gegeven om de invasie in te zetten. Dat is uiteindelijk 30 keer gebeurd, maar ze hebben dat 30 keer moeten uitstellen. Sorry. En 27 keer wisten wij eigenlijk eerder op voorhand dat het er zat aan te komen. Kun je even je mic gewoon een klein beetje naar beneden halen en dan zo misschien meer naar u toe? Ja, nee, gewoon zo, maar omdat je nu zo aan het spreken bent. Het is gewoon even goed geluid een beetje beter te krijgen. Hoe groot is de inlichtingendienst nu, vergeleken met toen? Ja, veel groter natuurlijk.
Want ik weet niet altijd, wat voor schaal is, praten we... Ja, het is niet altijd gemakkelijk om er cijfers op te plakken, want die gegevens die zijn er niet echt meer, toch niet qua personeelsbestand. Maar ja, toen, de militaire inlichtingendienst bestond toen eigenlijk ook maar uit een tiental mensen, met moeite, okay. In feite. De staatsveiligheid zullen wel wat, met wat meer geweest zijn, maar dat zijn altijd bescheiden aantallen geweest. Ja. Ja, de dag van vandaag, de inlichtingendiensten zijn aan het groeien. Steeds meer. Hè. Dat zijn beslissingen die toendertijd gemaakt zijn. Om, toendertijd bij de regeringsvorming om de inlichtingendienst toch gevoelig uit te breiden. Dus zij zitten nu aan bijna 800 mensen. En dan is het eigenlijk de bedoeling om op termijn toch zeker naar 12 à 1500 te gaan. Wat is het, naar jouw weten, de grootste intelligentiedienst? Oh, dat is... ja... Wacht, dat is een moeilijke, maar eigenlijk niet. Ja, die cijfers zijn meestal geheim, maar de Chinezen die zijn dan natuurlijk ook wel met veel meer. Ja. Dus die hebben ook de luxe om een vrij grote inlichtingendienst aan te leggen. Maar exacte cijfers hebben we daar eigenlijk niet over. Dan heb je natuurlijk de Russische geheime diensten. Die zijn ook redelijk groot. En uiteraard hebben de Amerikanen eigenlijk ook nog... In het totaalpakket, er is niet, de Amerikanen hebben 13 inlichtingendiensten. Als je die allemaal samentelt, dan... en dan ook nog een keer al de private contractors, die ook met intelligence bezig zijn, kom je ook wel aan een serieus complement. Ja. Wordt er in België vaak een derde uitbesteed? Contractors? Nee, op dat vlak, dat gebeurt niet. Om te beginnen, onze diensten hebben daar het geld niet voor. Voor wat we wilt geld in België. Oké, ja. Ja, het geld is er waarschijnlijk wel, maar het is toch... Ja, het is toch dat is een soort budget dat de diensten dan wel niet krijgen. Om met de privé... Maar dat is ook... Het is ook niet altijd al te gemakkelijk om bepaalde zaken aan de privé uit te besteden. Snap, ja. Is de Mossad niet een van de beste? Die zijn gewoon... Die doen gewoon hun ding. Ja. Die doen gewoon hun goesting. Dat maakt hen inderdaad vrij doeltreffend. Ja. Ja. Dus kan je zeggen van de beste... Of dat het beste is, dat weet ik niet. Maar die houden zich gewoon aan geen enkele regels. Die vinden zich boven de wet, omwille van de reden waarom dat de Mossad is opgericht. Hè. En dan soms gebruiken die bepaalde historische feiten wel eens als excuus om nu 10 keer erger te mogen doen dan wie dat hen ooit heeft zelf zo hard gekloot. Ja, mooi dat je dat zegt. Hey, sorry. Bier, de bier gaat goed naar binnen. Hoe word je spion in België? Wel, dat wil ik ook weten. Eigenlijk hebben we geen spionnen. Wat? Er zijn eigenlijk geen spionnen, nee. Er zijn inlichtingen. Zo gezegd. Er zijn inlichtingenofficieren. Dus je moet het onderscheid maken tussen... Als je voor de inlichtingendienst gaat werken, word je eigenlijk ambtenaar van de Belgische overheid. En dan is spioneren sowieso illegaal. Maar ik probeer gewoon de term iets beter te duiden op dat vlak. In feite van... Dus wie rechtstreeks voor de staatsveiligheid werkt als... Personeelslid van de dienst is geen spion. En dat is een inlichtingofficier. Die staat inderdaad wel... Sommige daarvan staan in voor de verzameling van gegevens. Dat zijn inderdaad mensen die het terrein opgaan. Dat zijn onze inspecteurs. Die werken op het veld, op de buitenposten. Hè. Er is een buitenpost in de meeste grote steden in België. En wat die gaan doen, die gaan eigenlijk vooral met mensen gaan praten. Die recruteren informanten. Nogmaals, dat zijn ook niet echt spionnen. Hè. Op een zeker niveau gaan die mensen dan in hun milieu of in hun organisatie wel een beetje gaan spioneren, maar meestal gaat het zo ver niet of is het zo penetrerend niet. Het volstaat, gewoon om niemand in gevaar te brengen, gaan meestal die informanten simpelweg gaan praten met hun handlers, zoals we dat dan wel noemen. Dus dat zijn dus die officieren van de staatsveiligheid die dus op het terrein gaan om met die mensen te gaan praten en daar de gegevens gaan uitgaan. Echt spioneren is dat dus eigenlijk niet. Hè. Spioneren is echt het gaan stelen van gegevens, zelf binnendringen in organisaties of in computersystemen de dag van vandaag, om dus die gegevens te gaan... Hackers. Dat doen we natuurlijk weer wel. Hè.
Dat is maar goed, enkel voor onder zeer strenge voorwaarden en voor tegen bepaalde doelwitten om bepaalde gegevens in te kijken. Nogmaals, ze worden dan ook weer niet gestolen. Dus, ja. Bent u al in contact geweest met veldagenten? Met inspecteur, ja, natuurlijk. Of ja. Inspecteur, wat, hoe noemt u dat dan? Inspecteurs? Dat zijn inspecteurs, ja. Zouden die eventueel op de podcast willen komen? Of? Misschien mensen die op pensioen zijn, als ze daar de toestemming van de ja. dienst kunnen krijgen. Misschien wel, ja. Ze mogen ook maskers aandoen en geluidsvervorming. Dat hebben we nu specialiseren. Dat kan, ja, misschien dat ze dan wat comfortabeler voelen om te praten. Bij ons zijn ze nogal terughoudend voor dat soort dingen. Typisch België. Ze nog niet echt... ja, het is inderdaad een beetje Belgisch nu... Dat is, ze gaan mij dat niet graag horen zeggen, maar we hebben nog een beetje te veel een traditie, of die mensen toch, of de meeste van die mensen, doen een beetje te veel te graag, iets te geheimzinnig. Ja. Nu, ja, het is niet van, ook, dus een stukje ook beroepsmisvorming. Het is natuurlijk in hun job heel belangrijk om ja, alles heel discreet te zijn en echt geheimhouding te observeren voor de bescherming van hun bron. Dat is heel evident. Maar in sommige gevallen gaat het dan ja, soms een beetje zodanig erg dat ze u helemaal niks gaan zeggen om ervoor te zorgen want dat ze u niet zouden verklappen wat de kleur van de lucht is. Hè. Dus het komt soms een beetje overdreven. Dus ja, dat is iets wat er een beetje uit moet als je vergelijkt met andere landen, andere inlichtingendiensten. De meesten hebben nu echt een website waar heel veel informatie op staat. Er worden heel veel boeken gepubliceerd, anders zou ik hier ook niet zitten. Anders zou ik ook over dit onderwerp heel les kunnen geven aan de universiteit. Want anders zou ik gewoon niks hebben om les over te geven als ik alles geheim moet houden. Maar ja, om te zeggen van staatsgeheimen verklap ik niet in mijn lessen, maar ik kan toch wel soms, in sommige gevallen, toch echt wel een beetje in detail treden over bronnen en methodes. En ik kan dat ook steeds meer. Alleen is het wel dat ik dat ook gewoon haal uit boeken en uit informatie die voor iedereen beschikbaar is. Soms wordt het dan een beetje belachelijk als wij dan daar allemaal heel geheimzinnig over blijven doen, terwijl die informatie gewoon elders beschikbaar is. Dat gezegd zijnde, de Staatsveiligheid heeft sinds kort ook wel een website. Dus men doet wel al zekere inspanningen om toch ook wel wat transparanter te worden en ook ietske begrijpelijker op te stellen voor mensen die inderdaad nieuwsgierig zijn naar wat een geheime dienst nu eigenlijk echt is en wat die nu doet. Hoe ver kunnen ze gaan? Wel, zij kunnen op zich redelijk ver gaan, maar zoals ik daarnet al zei, dat is gebonden aan heel strenge wettelijke voorwaarden. Het is nog niet zo lang. Het heeft eigenlijk veel te lang geduurd. Er is een wet gekomen in 1998, waarbij dat zij dus enkel dus dat menselijk werk konden doen, dus enkel met mensen gaan praten, dus die bronnen, dus daar informatie uithalen. En voor de rest konden zij toegang krijgen tot de informatie van de overheid. Maar dus de klassieke spionagedingen konden ze dus niet doen. Hè. Dus ja, computers hacken, telefoons afluisteren, zelfs een foto nemen van iemand als dat in het openbaar domein was, was een schending van de privacy, dat mochten ze dus ook niet. Wow. Ja, dat was gewoon een kan beetje... Kunnen ze toch niet veel doen? Ze konden dan inderdaad absoluut niet veel doen. Het is gewoon een beetje... Het is weer zo'n... Typisch Belgisch eigenlijk, hè? Een beetje wel een... En ik kan niet zeggen dat ze... Ja, nee, dat mocht je niet doen, dat mocht je niet doen. Ja, wel, ja, maar dat is het natuurlijk. Ja, er is een wettelijk kader gekomen die dan de bevoegdheden van de dienst moest uitleggen. En dan... Die technische, de inzet van technische middelen net zo gevoelig was, heeft men dat eigenlijk een beetje ja, in de koelkast geschoven van we gaan daar een aparte wet van maken, want dat is veel te complex en veel te ingewikkeld. Is dat in Nederland ook zo? En het is er nooit van gekomen. Inderdaad, in Nederland zijn ze daar in 2002 perfect in geslaagd om dat te doen. Voor ons heeft dat dus geduurd in 2010, wanneer dat daar de wet op de bijzondere inlichtingenmethoden gekomen is. Die is inderdaad, dus de voorwaarden voorschrijft en bepaalde trapsgewijs eigenlijk bepaalt wanneer dat zekere inlichtingen, technieken mogen worden toegepast.
Dus men kan bij de staatsveiligheid niet zomaar vandaag op morgen, ik kan even zeggen van, de dienen staat mij niet aan, we gaan een keer even zijn gsm afluisteren, en we gaan een keer kijken in zijn computer wat dat hij allemaal aan het doen is. Nee, er zijn bepaalde heel strenge voorwaarden die ook afgetoetst worden door een commissie van gespecialiseerde rechters in de materie, die op voorhand hun toestemming moeten geven. Om uw telefoon te hacken, bijvoorbeeld. En dan moet de staatsveiligheid effectief een rechtvaardiging voorleggen, waarin dat zij zeggen van, kijk, deze persoon is met activiteiten bezig die een dreiging zijn voor de nationale veiligheid van ons land of van een van onze bondgenoten. Omdat het terreur is, omdat het een wannabe terrorist is, hè, omdat hij spioneert, omdat hij iets te maken heeft met de proliferatie van massavernietigingswapens. Hè. Er zijn een aantal dreigingen die de wet dus voorschrijft van dit is een dreiging waarop dat je mag of moet reageren. En dan moet de dienst ook nog zeggen van ja, kijk, om te weten te komen wat voor kwaad die persoon in gedachten heeft, kunnen we niet anders dan zijn gsm afluisteren? Of kunnen we niet anders dan zijn computer te hacken? Want er is geen andere manier om aan die informatie te geraken. Als er een gemakkelijkere manier is om aan die informatie te geraken, dan zouden we het zo doen. En om dan niet te moeten zo een heel, heel intrusieve, heel privacy schendende techniek te moeten toepassen. Dus, en dan gaat die commissie van rechters daar ook over bekijken of dat aftoetsen of dat allemaal wel zo is. Hè. En als zij dat dan inderdaad daarmee eens zijn, dan geven zij de toestemming aan de dienst om dus inderdaad zo'n heel technische, intrusieve techniek toe te passen. En waar gebeurt het allemaal? Is de HQ, is dat in Brussel? Of? Dat is in Brussel, ja. Een Nordgate. Dus we spreken over een gebouw of dat is gewoon een gebouw, inderdaad. Nu, ze gaan binnenkort verhuizen. De veiligheidsdiensten gaan allemaal samen gehuisvest worden in een nieuw gebouw. Dus dat staat eraan te komen. Ja. Oké. Okay. Hoe komt de veiligheidsdiensten niet dieper zijn kunnen ingaan op Bende van Nijvel? Is dat van bovenuit? Wel, het is natuurlijk een beetje... Het is altijd een moeilijke geweest, omdat de bende is heel gradueel eigenlijk geëvolueerd. En dat is echt begonnen met een inbraak, voor zover dat we het kunnen traceren natuurlijk. Hè. Een van de eerste verhalen is echt een inbraak in een wapenwinkel, waarbij dat gewoon wapens gestolen zijn, er vallen geen slachtoffers. Dan even later wordt er zo iemand doodgeschoten aan een tankstation. Dus het zijn ook, zo allemaal zo van die kleine dingen. Ja, een restauranteigenaar ook, ja, die dan maar op een bepaald moment geëxecuteerd wordt. Of zo? Dat was een ex-voetballer of zo, denk ik. Dat kan, maar in elk geval, op dat moment was hij eigenaar van een restaurant. Ja, ja. Dus het begint zo eigenlijk met zo van dat soort gangstertoestanden. En dat is het net. Eigenlijk op dat moment blijft dat een zaak voor de politie. En toen nog de Rijkswacht. Maar het was inderdaad de vraag van op welk moment wordt dat een taak van de inlichtingendienst om zich daarmee bezig te houden. Want het ging eigenlijk over criminele feiten, wat de bevoegdheid is van de politie. Het is niet aan de inlichtingendienst die moet zich met andere dreigingen bezighouden. Dus dat heeft denk ik ook wel een beetje een rol gespeeld, dat de staatsveiligheid zich daar eigenlijk vrij laat is moeten mee beginnen moeien, of vrij laat is beginnen uitkijken voor signalen daar rond. Pas wanneer dat het eigenlijk echt kunnen spreken van de Bende van Nijvel als een terreurgroep, op het moment dat ze echt opzettelijk gewoon zoveel mogelijk slachtoffers beginnen te maken en altijd die lijstjes wisten te viseren, zelfs dan was het nog altijd een beetje de vraag van, zijn dit nu gangsters die gewoon nog altijd criminele feiten aan het plegen zijn? Of is er een diepere samenzwering aan de gang, als het een samenzwering is? Of kunnen we echt spreken van domestic terrorism? Op welk moment dat het dan in principe wel iets, de taak van de veiligheidsdienst wordt. Dus ja, dat maakt het een beetje complex. Er zaten al heel veel veiligheidsdiensten op, de Rijkswacht, de politie, de gerechtelijke politie, de BOB, de brandweer op den duur. Allee, en dan moet de staatsveiligheid zich er dan ook nog eens, en de militaire inlichtingendienst. Dus de zaken zijn allemaal zeer versnipperd en verkeerd aangepakt. En ja, ook op het niveau van het parket zijn er ook heel veel zaken eigenlijk verkeerd. Maar dus de veiligheidsdiensten zeggen niet van, oké, we zetten een mannetje, we gaan proberen te infiltreren in extreem rechts.
Dat waren ze wel aan het doen wel. Op dat moment. Dat waren ze wel aan het doen. En toch niks kunnen... Ja, voor zover dat we weten eigenlijk niet. Ja, een van de schandalen dat zo deel uitmaakt van dat verhaal, of dat ja, een luik is van het verhaal van de Bende van Ijvel, of in elk geval dat tijdperk, is dus dat verhaal van de Westland New Post, zoals dat heette. Mm-hmm. En dus eigenlijk ja, wat een clubje Franstalige marginalen, die van extreemrechtse signatuur, die inderdaad zo wat dingen aan het doen waren. En die wel, ja, wel degelijk ook geïnfiltreerd waren door een lid van de staatsveiligheid. Hè. Die ja, dan ook om te infiltreren wel zo ver gegaan is dan die gasten een paar ja, als instructeur op te treden voor wapentrainingen. En voor, niet voor wapentrainingen, maar wel voor detectie van surveillance en countersurveillance, dat soort dingen. Maar dat achteraf natuurlijk de parlementaire commissie zich wel een aantal vragen heeft gesteld of dat wel wenselijk is dat dat gebeurde. Dus in die tijd kon dat natuurlijk ook wel nog allemaal van echt ja, leden van de staatsveiligheid die dat soort dingen doen. Maar goed, hij deed het ook niet onder een valse vlag. Men wist ook dat hij van de staatsveiligheid was. Die zei dat hij zich inschreef in het extreemrechtse gedachtegoed en dat hij daarom bij de WNP wou horen. Terwijl het in werkelijkheid eigenlijk de bedoeling was om gewoon te kunnen rapporteren aan zijn baas wat er daar eigenlijk allemaal afspeelde en of dat die ja, soms snode plannen in de maak hadden. Klopt dat de baas van de veiligheidsdiensten bij Rusland, dat was toch iemand verkateren of zo? Ik had iets gelezen. Ja, wacht, ga je vragen, dus ik ga even opzoeken. Een dubbele spion. Ja, wacht. Is dat, ik ga een hele stomme vraag stellen. Ethan Hunt of James Bond? Bond, want ik keek net naar de poster. Dus, direct Bond, uiteraard. Want je loopt de bibliotheek in, zeg je in het begin. En dan pak je een boek eruit en dan ben je zo geïnteresseerd geraakt in je studie te volgen. Maar zat er daarvoor al iets in qua interesse van... Ja, eigenlijk wel zo. Ja, defensie, internationale veiligheid, internationale politiek heb ik altijd wel bijzonder fascinerend gevonden. Ja, en hoe lang doe je die studie dan? De opleiding wil je zeggen, of hoe lang dat ik dat al bestudeer? Ja, de opleiding, sorry. Ah, ja, de masteropleiding is 1 jaar. Ja, oké. In Cambridge. En wat kun je daarna dan doen? Goh, wel... Wel, ja, het curriculum kan natuurlijk een beetje variëren ondertussen, maar toendertijd waren er nog niet veel universiteiten die zo'n master aanboden. Maar op zich zijn de vakken zo een beetje in grote lijnen. Eerder ja, een historisch vak uiteraard, waarbij dat je dus historische cases gaat bestuderen van inlichtingendiensten. Natuurlijk, ginder in Londen was dat, dus zoals ik al zei, soms een beetje tot het misselijke toe, altijd Britse-Amerikaanse dingen. Terwijl die geschiedenis dan natuurlijk zoveel rijker is, dat daar doe ik mijn studenten soms een trauma mee aan wanneer dat ik een ganse les geef over de wereldgeschiedenis van inlichting of van intelligence. En dan heb je een vak eigenlijk dat zich eerder toespitst op de analyse. Dus de analyse van inlichtingen. Hè. Je hebt enerzijds natuurlijk collecten, ook dat kan een vak zijn van ja, hoe gaan inlichtingendiensten te werken. Inderdaad, het werken met menselijke bronnen. Technische interceptie, dat soort zaken. Maar dan, ja, eens dat je die gegevens verzameld hebt, moet je ermee aan de slag kunnen gaan. Alleen is het zo, ja, zoals we dus natuurlijk wel weten, dat er in dat proces van de verwerking heel veel kan misgaan. Het is natuurlijk, dat maakt het tegelijk zo interessant en heel uitdagend, maar ook zeer moeilijk, want je probeert uiteindelijk toch, in een ideale wereld probeer je de toekomst te voorspellen met die gegevens. Hè. En ja, evidentelijk hebben we dus toch al een paar keer gezien dat niet altijd even goed lukt. Hè. Zoals met 9-11 bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. En achteraf zie je dan dat er zich iets afgespeeld heeft, dat er iets gebeurd is. En dan kun je zoiets zeggen van... Oh ja, maar achteraf is het zo heel gemakkelijk om te zeggen... Maar dat is nu toch logisch dat ging gebeuren. Alleen op voorhand niet. En wat wij dan eerder bestuderen... En zo'n opleiding is van, hoe komt dat? Hè? Dat je gegevens verkeerd gaat interpreteren. Welke denkfouten maken we daarbij? Want er zijn inderdaad wel een hele reeks van cognitieve zaken die ons verstand met ons doet. De manier waarop dat wij omgaan met informatie,
die een heel grote invloed spelen van wat we van die informatie uiteindelijk maken, terwijl dat in de werkelijkheid helemaal niet zo is. Ook dat is zeer complex. Daar geef ik normaal ook uren les over, om dat toch allemaal mee te doen. Maar ja, dat is dus inderdaad ook een van de vakken die we daarbij doen. En dat is dan het bestuderen van de moeilijkheden van de analyse. En dan liefst doe je dan ook nog een beetje iets de praktijk, dat dan ook op die analyse gericht is. Dus de studenten laten oefenen van, dus met al die zaken in jouw achterhoofd van wat er allemaal kan verkeerd gaan. Mm-hmm. Ja, en wetende hoe je moet denken en hoe je bepaalde technieken kan toepassen om de toekomst of bepaalde scenario's te gaan beschrijven, doe het nu maar een keer zelf. Hè. Hier heb je een vraag, hè, bijvoorbeeld nu. Hè, Oekraïne, Rusland, gaat er oorlog van komen of niet? Hè? Maak dan gebruik van die denktools om dan bepaalde scenario's te schetsen. Is dat echt zo'n zwart-wit vraag, of dat nu gaat gebeuren of niet? En dan moet ze daar hun visie over geven. Het is meestal een complexer vraag dan dat, maar ja, daar komt het soms wel een beetje op neer. Ja. Okay, wow. Het was Clément van den Borre, kent je waarschijnlijk. Ah ja, dat die verhaal. Die had blijkbaar vertrouwelijke informatie vernietigd. Journalistiek, dat zijn, ik weet niet wat het waar is. Dat zijn zaken die hem worden verweten, maar daar is op dit moment zeker nog niks van bewezen. Het is eigenlijk zelfs zo dat hij op de meeste beschuldigingen ook door de beroepscommissie van het Comité van Toezicht van Inlichtingendiensten daar eigenlijk ook van is vrijgesproken en dat de schorsing van zijn veiligheidsmachtiging ook nietig verklaard geweest is. Dus ja, we kunnen daar totaal geen uitspraken over doen, of dat klopt of niet. Zal dat Rusland zijn? Zijn in elk geval zaken verkeerd gelopen? Nee, maar dat is ook het ding. Er zijn in dat verhaal een aantal zaken door elkaar beginnen lopen. Het is zo dat het schandaal rond Clément van den Borre en rond zijn schorsing samenviel met een aantal lekken over inderdaad een onderzoek dat gevoerd is naar een lid van de militaire inlichtingendienst die helemaal Clément van den Borre niet was. Een lid van de inlichtingendienst die inderdaad werd onderzocht voor mogelijke spionage voor de Russen. Ook dat blijkt niet helemaal te zijn wat we dan dachten. Het is niet echt een spionagezaak. Hij had gewoon een aantal loesje verbanden via zijn zoon of zo. Die wel banden had met de Russische maffia. Dus er waren wel een aantal zaken die niet helemaal kosher waren. Maar of dat nu meteen... Er is geen sprake van een rechtstreeks spionageschandaal of dat die een persoon daarom een mol was van de Russen binnen de Belgische geheime dienst. Dat is dus niet gebeurd. Alleen is het wel zo dat die verhalen zijn tegelijkertijd gepubliceerd geweest, waardoor dat een aantal internationale media die dat oppikten en waarschijnlijk die verhalen gewoon door Google Translate hebben gerund om daar zelf een verhaaltje rond te maken, daar inderdaad dan van gemaakt hebben dat Clément van den Borre, dus de nummer 2 van de militaire inlichtingendienst op dat moment, geschorst werd omdat hij voor de Russen zou gespioneerd hebben. Dus het verhaal is gewoon helemaal... Die twee verhalen zijn gewoon totaal door elkaar gelopen en daardoor zijn er nu eigenlijk heel veel misverstanden. Okay. Maar van den Borre is zeker geen Russische spion, integendeel. Eén vraagje. Stel, de inlichtingendiensten hebben weet van een topman binnen de politiek, inlichtingendiensten, militairen, I don't know, over pedofilie. En ze zeggen dat tegen hun overste. En die overste zegt, nee, dat kunnen we niet naar buiten brengen. It's done, dan deal. Niemand hoort er niet meer van. In principe kan dat niet. Het gaat om een crimineel misdrijf. Ja, je weet. Dus dan, het gaat om een... Zeker de veiligheidsdiensten, die zijn wettelijk verplicht om een crimineel misdrijf gewoon aan het parket aan te geven. En dan moet het parket daarmee aan de slag. Want dus, jij had gezegd van dat hotel, van dat huis in Brussel. Ja. En ik heb dat gezegd tegen Mary Sammy. Ja. Off camera. En wat was zijn reactie? Hij zegt van, dan moet je daarmee naar de politie gaan. Hij weet er niks van. Dat is toch raar. Maar de veiligheidsdiensten... Dat kan toch niet dat de veiligheidsdiensten niet weten wat er gebeurt in België? Als de veiligheidsdiensten echt goed bezig zijn in België, dan moeten ze weten wat er gebeurt. Of zijn ze te gesloten door de wet?
te geboeid door de wet? Nee, ik denk dat die omkadering over het algemeen vrij goed is. Allee, willen wij wel in een land leven waarin de veiligheidsdienst ons doen en laten tot in de puntjes kaart? We willen dat onze diensten ons kunnen beschermen tegen die dreigingen, maar over het algemeen komen die dreigingen dus van buitenaf, hè, van buitenlandse actoren die het niet goed voor hebben met de staat. Er zijn natuurlijk ook wel een aantal medeburgers die het ook niet goed voor hebben. Daar moeten ze zich mee bezighouden. Met wie dat we naar bed gaan, of hoeveel dat we drinken, of wat dat we drinken, of wat dat we graag smoren, dat denk ik is minder belangrijk. Hè. En als er sprake is van criminele feiten, dan is het gewoon een zaak van het parket en van de politie. Ook dat is niet wat een inlichtingendienst moet doen. Want wie houdt er zich... Wie is de baas boven de baas van de inlichtingendiensten? De minister. Ja, maar ja. De regering. Ja, dat is al opgelost. Dan weten we het al. Ja, oké. Dankjewel. Bedankt om te komen. We hebben eigenlijk al extra lang gebabbeld. Graag gedaan. We gaan dat zeker nog eens doen, want ik wil echt wat dieper ingaan op die geschiedenis en zo. Iedereen dat zijn boek wil kopen, wat is de naam van die boek? Geheim België. Geheim België. Ik ga het nu ook kopen, denk ik. Ja, ik ga het ook wel willen lezen. Volgende keer handtekening. Hey. Nee, we gaan sowieso nog eens uitnodigen. Als je nog eens wilt komen. Maar veel plezier. En veel succes.